ben 13 jaar en ik ga jullie vandaag meenemen in mijn dag op de brugklas. Hoi, ik ben Jaden en ik ben 12 jaar. En vandaag ga ik jullie een rondleiding geven op Lekkerlingen in de brugklas. Ik doe HAVO op het Lekkerlingen natuurlijk, maar mijn band is lek, dus we gaan nu even naar de conciërge toe. Hi, ik heb een lekker band. Kunt u me helpen? Tuurlijk kan ik jou helpen. Ben je ergens doorheen gereden? Nou, ik weet het niet. Hij was ineens lek toen ik aankwam. Oké. Nou, dan gaan we eens even kijken. Als je dus een lekker band hebt, dan mag je altijd naar de conciërge toe komen, want die kan je dan helpen. Als je echt een hele lekker band hebt, dan kan je een nieuwe band krijgen of hij kan je band oppompen. Nou, dat is zo. Ja. Hoe laat ben je uit? 3:10. Nou, dan zou ik proberen om hem voor 3:10 hier nu in te zetten. Kun je hem komen halen? Ja. Toen ik op de basisschool zat, was het natuurlijk heel dicht bij mijn huis. Maar nu moet ik dus 3 kwartier fietsen om hier naar Lekkerlingen te komen. En het valt eigenlijk best wel mee. Het is helemaal niet heel zwaar. En ik vind het altijd gezellig met vrienden te kletsen. Ik wilde graag ook naar Lekkerlingen, omdat ik dan ook met de trein zou kunnen. Dat was echt een pluspunt. Maar later wordt het gewoon steeds normaler. En dan voelt het gewoon van, ja, het is gewoon normaal. En dan kan je ook alvast je huiswerk doorlezen. Nu loop ik naar binnen en ga ik voor mijn vrienden zoeken. Hallo! Nou, dit is een vriend van mij, Lars. Ja. En dit is nog een vriend van mij. Nieuwe vrienden maken, dat gaat echt heel makkelijk als je gewoon jezelf bent en aardig bent tegen de rest. Gewoon door jezelf te zijn en je open te stellen en veel contact te maken. Iedereen is nieuw, iedereen moet nieuwe vrienden maken, dus je bent niet de enige. Hier zijn allemaal kluisjes en hier stoppen we meestal onze boeken, spullen of jas in. Het is een beetje rommelig. Je krijgt een sleutel van je kluisje aan het begin van het jaar van je mentor en iedereen heeft een eigen kluisje. Ik laat daar meestal mijn jas of mijn boeken in die ik niet nodig heb of andere spullen. De bel is net gegaan en ik heb mensen natuur in het hoofdgebouw, dus daar lopen we nu even naartoe. Ik vind mensen natuurlijk wel leuk. Soms is het ook wel eens lastig, maar ik vind het altijd wel interessant. Soms ook proefjes doen met een microscoop en dat soort dingetjes. Dus nu moeten we even op zoek naar het lokaal. Als ik naar lessen wil, dan hebben we daar een speciaal app voor, genaamd Zermelo. Op je telefoon, computer, iPad, waar je maar wilt. Voor de rest krijg je ook je eigen inloggegevens voor al deze apps. En dan staan al je roosters en welke les je moet, hoe laat en in welke klas je moet zijn. En dat licht je mentor als goed uit aan het begin van het jaar. Nou, we zijn op de 2e verdieping en ik denk dat het lokaal aan het einde van de gang zit. Dus nog een klein stukje lopen. We zijn er bijna. Nou, daar zijn we dan. Dit is onze biologiedocent. Hallo. Hi. Dan jongens en meiden, welkom. De opdracht van vandaag, ik ben heel benieuwd. Wat is nou het verschil in het aantal beestjes en de soorten beestjes die voorkomen in de buurt van een sloot? We gaan dus nu zo naar buiten. We hebben een opdracht gekregen met een visnet. En dan gaan we bij de sloot gaan we wat diertjes verzamelen. En daarvan moeten we een voedselweb maken. Dus, Alsjeblieft. En goede jacht. Wat denk jij dat we gaan vangen, Noelle? Ik denk veel kleine beestjes. Misschien zelfs een kikker of zo. Het zit hier helemaal vol met een soort drap. Nou, heb je al iets gevonden of niet? Nee, ik ga hem nu in het water doen. Wat betekent beste natuur eigenlijk? Hoe de natuur in elkaar zit, hoe het groeit en ja, dat een beetje gewone natuur. Nou, we hebben hier niks gevonden. We gaan dus nu naar de andere kant van de sloot toe. En nu gaan we even kijken of het hier wel gaat lukken. We hebben jammer genoeg niks kunnen vinden, maar misschien de volgende keer beter. Ja, klopt, de volgende keer beter. Nou, we staan dus nu hier bij gym. Als het lekker weer is, hebben we hier zo'n gym. En als het niet zo lekker weer is, hebben we binnen bij Lekkerlingen zelf gym in het hoofdgebouw. Mijn lievelingsding sport is bij gym, is tennis. En ja, Jaden is daar ook aan het voetballen. Jaden! 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 Doe een trucje! Hij reageert niet, maar maakt niet uit. Ik ga nu weer verder met sporten, dus dan zie ik jullie straks. We maken met school heel veel reizen, zoals wintersport elk jaar en over heel de wereld verder nog reizen. En wij zijn ook met onze tweetalige HAVO-klas zijn we dit jaar naar Brighton gegaan in Engeland. En daar hebben we hele leuke dingen beleefd en we hebben ook ons Engels goed toegepast bij cultuur daar.
Wat ik niet wist voordat ik naar de brugklas ging, was dat als we toetsen hadden in het Engels, dat ze rekening met je houden. Want ik dacht van, oh, straks doe ik het allemaal fout en dan ga ik niet over. Maar het maakt dus eigenlijk niet eerst uit, want eerst houden ze rekening en dan is het niet erg als je fouten maakt of zo. Wat ik ook dacht, dat je echt super veel huiswerk zou krijgen en heel veel toetsen en zo, maar dat is echt helemaal niet zo. En je leert ook heel goed plannen met een agenda hier en het komt echt allemaal goed als je gewoon goed je best doet en jezelf blijft. Hier op de tweede verdieping is het studieplein. Hier werken kinderen meestal aan hun huiswerk of opdrachten. En soms als je dan voor geschiedenis of voor een ander vak, heb je soms wel eens computers nodig en dan zitten we ook wel eens hier. Als je les uitvalt, dan kom je meestal hier naartoe en dan maak je huiswerk of smart rekening. Ja, en dan word je met je hele klas wordt je hier gezet. Je hebt ook één les hier in de week, heb je mentorles en dan bespreek je ook dingen over hoe het met je gaat en ook als je problemen hebt. Je mentor helpt je ook met het plannen van je huiswerk. En daarbij heb je ook dus mentorgesprekjes dat over je voortgang op school gaat en zo. En dat soort dingetjes, als jij nog vragen hebt, dan kan je die altijd aan hem of haar stellen. Het is eigenlijk je persoonlijke docent die je helpt met als je bijvoorbeeld gepest wordt. Hier zitten we meestal buiten in de pauze, te eten, te kletsen en allemaal. Ik heb een 8,1. Wow. Kijk, hier op magister, wist je dat al? Dan kan je allemaal cijfers zien voor je toetsen die je hebt gehaald. Hi, doe mij maar een broodje kaas. Broodje kaas? Ja. Kijk, alsjeblieft. Doei. We staan nu in de pauze hier bij het watertappunt. Als je dus geen water bij hebt of je water wilt vullen, dan kan het dus hier. Ik heb die van mij net gevuld, dus dan kunnen we nu weer door. We zijn nu bij het dramalokaal op de VWO-locatie. En het is heel groot en mooi. Lekkerlingen is een cultuurprofielschool. Hier wordt drama en theater gegeven. Hier heb je ook allemaal tribunes en allemaal lampen die je kan besturen. Laat nu het toneelstukje beginnen. Your job is to search this painting on your iPad and then describe in your own words what you see. We zijn hier bij geschiedenis en we moeten op Word gaan omschrijven wat we zien op het plaatje Girl with a Pearl Earring. Dus dat ben ik nu even aan het doen. We kunnen naar huis toe. Eerst gaan we even langs het conciërge om mijn fiets op te halen. Meneer? Hi. Is mijn fiets toevallig klaar? Ja, ik heb hem klaarstaan. Ja, bedankt. Oké. Ga ik lekker fietsen. Doei. Nou, doei Jaden. Doei. Doei. Tot morgen. Tot morgen.